kent ze niet. De jongens uit Maaskantje met die grote blikken bier, die iets te lange mat in hun nek en die groene open manta. Het zijn de New Kids on the Block. Vanaf maandag is een DVD verkrijgbaar met alle afleveringen van het afgelopen seizoen en een boel extra's. Reden genoeg om even te bellen met Stefan Haars, medebedenker en regisseur van de serie. Vrek de Mongo! Hadden jullie zelf ooit gedacht dat deze vorm van de New Kids zo groot zou worden? Nee, we hadden wel... Kijk, wij geloven er zelf in. En dat was ons een beetje onze graadmeter of zo. Van als wij bedenken dit van, wanneer is het grappig in onze ogen, wat wij het zelf grappig vinden. En we merkten wel dat meer mensen dat ook leuk vonden, ook omdat het natuurlijk op het internet begonnen zijn. En dan zie je direct gewoon veel mensen bekijken. Dus we dachten van, er zijn wel mensen die het leuk vinden. Maar we hadden geen idee dat nu dus mensen in Groningen Brabant aan het praten zijn. Maar wat denken de makers ervan als ze straks met carnaval tussen allemaal New Kids staan? Het grappige is dat ik hoorde het eigenlijk 2 jaar geleden, had ik een paar foto's gezien van jongens die dus ook verkleed gingen als New Kids. En vorig jaar hoorde ik van een van de acteurs van Huub, die liep over straat om zijn. En die zei, het is echt niet normaal, er lopen hier gewoon superveel mensen verkleed als ons. En nu wordt het best wel aangekondigd, heel veel mensen. Er worden praalwagens gemaakt met frietenten, er worden grote nagebouwd. Het carnavalsliedje is verboden in Feyenaard, volgens mij, de plek waar Van Bouwer vandaan komt. Omdat er, ons carnavalsliedje zit er redelijk met grove woorden in. Door de carnavalsvereniging daar is het besloten dat het niet gedraaid mag worden. Ik denk dat het heel interessant wordt, carnaval. Ik heb er wel zin in. Wat kunnen wij binnenkort nog van de New Kids verwachten? Wat zit er nog aan te komen? We zijn nu begonnen met het schrijven van een nieuwe serie. En dat wordt eigenlijk allemaal wat groter. Het worden afleveringen van 20 minuten. En dan een serie van 8 afleveringen. En dat wordt eigenlijk één groot overkoepelend verhaal. Waar je die jongens gaat volgen, maar het gaat niet minder worden qua grappen, zo moet ik zeggen. De grap dichtheid blijft, die blijven we aanhouden.